Antwerpen een dag na de trouwstoet op de E34 in Zwijndrecht heeft een trouwstoet zaterdagmiddag ook de Lange Lozanastraat in Antwerpen geblokkeerd. Ons wijkteam heeft het voorval snel en zonder verdere problemen kunnen oplossen, zegt de politie. De trouwstoet van een Turks trouwfeest blokkeerde zaterdagmiddag de Lange Lozanastraat in Antwerpen. Op amateurbeelden is te zien hoe er ook Bengaals vuurwerk wordt afgestoken. Ons wijkteam was snel ter plaatse en heeft kordaat en correct opgetreden, waarna iedereen deed wat de politie opdroeg en er geen extra ploegen moesten worden gestuurd. Klinkt het bij de Antwerpse politie? De deelnemers aan de trouwstoet verplaatsten zich na de tussenkomst van de politie naar het voetpad. Het verkeer kon na enkele minuten weer beginnen rijden. De Antwerpse politie gaat de beelden bekijken en proberen om alle verantwoordelijken op te sporen, zodat ze hen de rekening kunnen presenteren voor alle inbreuken. Het gebruik van vuurwerk is verboden omwille van het gevaar en kunnen we absoluut niet toestaan. In de Lange Lozanastraat geldt ook een samenscholingsverbod na de opstootjes in de Brede Rode Straat. Vorige week, vrijdag, maakte een trouwstoet de E34 in Zwijndrecht nog onveilig. Ook vorige maand waren er problemen met een trouwstoet op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.